Dames en heren, geef mij dan maar Jacques Vermeijden. Dan kan je tenminste nog eens mee lachen. Als je hem niet te lang kent. Maar ja, dat is een andere zaak, daar gaan we het nu niet over hebben. Waar we het wel gaan over hebben, dit is een opname in de Plomblom in Ninove. Kent u het woord? Plomblom in Ninove. En dit is een mooie zaal, het is een perfecte zaal. En eigenlijk, dames en heren, is het zo dat de onderhoudsman van de zaal dat hier aanwezig is. En zo'n man die komt eigenlijk nooit in de belangstelling. En daarom willen we toch heel even, voor we beginnen, en ik weet niet precies waar hij zit, ik denk dat het daar ergens is. Ik wil graag uw applaus vragen, voor we beginnen, voor de onderhoudsman van de zaal. Mag ik uw applaus voor Camille? Camille. Camille, hoe staat jij hier? Ja. Camille, ik dacht dat jij ginder zat. Ik sta hier, ja. Ik zie het, Camille. Zeg, heb je een applaus gehoord? Oh ja, dat doet deugd. Meestal is het de grote artiest die het krijgt, maar nu de kleine werkmens, het doet mij iets. Ik zie het, Camille, je bent er precies helemaal van gepakt, hè. Allee, aangedaan bedoel ik. Dames en heren, geef hem nog eens een deftig applaus, Camille. Jazeker, ja. Nou ja, moment. Moment, moment, moment. Want hij moet dadelijk naar huis. Hij moet vertrekken, hè, Camille? Ja, maar het zal thuis ook gezellig zijn. Het stoven lekker warm, mijn sloefjes die klaarstaan. Het warm water. Het warm water, Camille? Het warm water? Wat gaat jij nog doen? Tasje thee drinken, jatteke soep? Nee, ik moet toch de afwas doen van mijn vrouw. Maar ze heeft nu zo een nieuwe horloge gekocht, een waterproof. Dan moet ik ze maar uitdoen als ik onder het water ga. Hey, kom maar, dat is nu 8:30 s'avonds. Moet jij nu thuis nog afwassen? Ook vind dat niet erg, want mevrouw helpt me ook als ik mijn bed moet opmaken. En onlangs ik was in de keuken aan het afwassen en ze was naar de VTM aan het kijken naar Belrosplas. En ik was zo een beetje de pottekes en de pannetjes tegeneen aan het smijten. En ze zegt zo tegen mij, allee, zegt ze, Camille, dat je er nu zo alleen staat af te wassen. Ik kan het niet zien, zegt ze, doe die deur toe. Ik heb zo het idee dat dat bij jullie thuis allemaal heel goed is afgeleid. Dat alles heel goed is afgesproken, hè? Ja, dus ik ben thuis verantwoordelijk voor de kleine zaken. Dus eraf was, vloerken, schuren, uitkens, kuis, het gras kan afrijden, het haakje scheren. En mijn vrouw is verantwoordelijk voor de grote zaken. En dat is dan, Camille? De nodige Joegoslavië in Rwanda en de Houthis en de Toetis. Camille, maar nu mag je toch aannemen, Camille. Als jij nu thuis komt, dat tenminste jouw eten op tafel staat. Ja, maar ik heb toch langs een kleine opmerking moeten maken. Zeg, zoeteke, dat ik nu langs diepvries eten heb moeten eten, dat vind ik nu niet erg. Maar nu zou ik toch graag een iets warm eten. Met die brokken diepvries, ik heb dat niet graag. Koud zeker? Aan mijn tanden, nee. Zeg, en ze begrijpt dat dan? Ze heeft dan daar oren naar? Oh ja, want onlangs had ze iets ontdood. Zeg, heb dat jij dat helemaal alleen ontdood? Ja, zei ze, ik was een virus de gieter paars. Zeg, ja. Maar jij zit... Camille, jij ziet er mij ook een gelukkige vent uit, hè? Vind het? Ik denk dat jij een heel geslaagd huwelijk hebt, hè? Ja, ik krijg af en toe een goed pak slaag. Maar verdiend, ik had een keer mijn vrouw gelachen. Ze had zich vergist. Ze zegt tegen mij, vind jij dat nu niet erg, zegt ze, dat je deze avond 3 grote kiekjes alleen moet opeten? Ik zeg, 3 grote kiekjes? Ja, zegt ze, ik heb ze in de microgolf overgestoken in plaats van in het diepvriesvak. En ik lachte hem en die werd kwaad, joh. Die pakte met een boterham en ze smeet hem tegen de muren. Ik heb hem mee opzet. Nee, mijn choco. Ik eet dat geweldig graag. Je hebt ook zo'n zoet mondje, hè, Camille. Zeg, Camille, maar zijn er nu toevallig zo vorige zomer, hè? Of deze zomer, zo is met uw vrouw met vakantie geweest? Nee, ik was graag naar de zee geweest voor wat goede zeelucht, maar ze vond dat te veel geld kostte. Ze zegt, koopt u 3 romopsen, doet de mayonaise eraf, hangt ze voor de ventilateur, dan heb jij ook zeelucht. En feitelijk heeft ze gelijk, want ze heeft nu in de GB zo 3 bussen spray gekocht. Dennengeur. Als je nu bij ons op het wc bent geweest, hè, en je spuit, hè, het is precies of je in een bos hebt gescheten. Ja, het is precies of je met vakantie bent in Tirol. Lal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 
je naar omlaag spuit en je schijt omhoog. Ja, dan heb je een bescheten figuur gelijk jij, zeg. Camilo, ja. Camilo, maar ik denk dat jij al bij alle jongen, dat jij een heel sober leven leidt, hè? Oh ja, we leven zeer sober. We gaan nooit op vakantie, nooit bij vrienden, we gaan nooit op café, nooit op restaurant, wij roken nooit sigaretten, wij drinken nooit alcohol, we gaan nooit laat slapen, nooit laat opstaan. We gaan altijd werken, vandaag, morgen, s'avonds, altijd. Camille, heb jij toevallig kinderen? Ja, twee. Oh. Maar wel geadopteerd, hè? Maar als je dat moet maken... Camille, is dat nu zo erg? Een tristige betoning, zeg. Camille, kom aan, dat duurt toch maar even? Nee, zeker. Camille, maar kom aan, als je dat nu allemaal moet missen, hoe houd jij je dan recht? Aan deze borstelsteel.
Zeg, als je me nu even allemaal dringend wilt excuseren, ik moet nu nog naar huis. Ik moet nog eten gaan maken voor mijn vrouw. Allee, Camille, is ze ziek? Nee, ze heeft honger. Allee, vertrek maar. Dag, Camille. Bedankt, hè. Hallo. Hallo, everybody. Ik ben in mijn napjes. Ik ben in mijn napjes. Waarom ben jij in napjes? Ik heb er juist een suppositoire op gestoken.